Wat voor dominee, en ik ben het toch wel dat dat raar zou vergeten op te zaten zeker. Dag meneer, ik heb een ding in een brief verstuurd, maar ik ben het adres vergeten op te zetten. En waar is die brief nu? Ja, ik heb hem vast, maar ik durf hem niet loslaten. Hé? Hey. Een bokser bij wie ze het licht een paar keer uitgeslagen hebben, dat soort... we kunnen daarmee lachen, maar dat werkt soms trager, hè? Kan je die dus niet verstuurd, hè? Heb jij ook last van vervelende vetrolletjes? En is er geen enkel dieet dat helpt? Dan is er nu voor jou de topvorm van Wietkoek. Het fitnesstoestel met meer dan 60 mogelijkheden. Dat ding was zo slecht. Bij de eerste try-out viel dat al uit elkaar. Sinds Firmijn de topvorm ontdekte, is zijn trainingsprogramma veel intensiever. Dankzij de topvorm van Wietkoek kon hij werken aan zijn comeback. Hela, hallo, ik ben van. Lieve tekst. Lieve tekst. Vroeger moest ik altijd werken met mijn sparringpartner. Maar op een gegeven ogenblik had ik hem de duur gesleten. Maar dankzij deze superdingen werk ik nu alleen. Je kunt u niet doodslaan, hè? Nee. De topvorm is ook heel handig op te bergen onder je bed. Of om mee te nemen wanneer je met vakantie gaat. Bij wijze van spreken, als hij zich verkleedt als Jimmy B. En vraagt hem een conferentie te doen over. Zeg ze maar iets over het smak in Gent, dan kan hem u een uur onderhouden als Jimmy B. Die inspiratie komt vanzelf. En zo zijn we bij de bekende Vlamingen. Wat heb je over hun schooltijd zo wat te vertellen? Ik ben dus te weten gekomen, Walter Capillot bijvoorbeeld, die heeft dus verpriester willen leren. Dus die ging onmiddellijk naar grootseminarie. Maar hij was dus te klein, dus hij moest onmiddellijk naar het kleinseminarie. Maar die viel toch dus van de ene frustratie in de andere, want al die klasgenoten waren allemaal heel rad van taal. En hij was alleen maar rad van fortuin. Zeg, Simi, ben je eigenlijk nog eens te weten gekomen over de schooltijd van de Vlaamse politici? Wilfried Maartens, die wist van heel jong al wat hij later ging doen. Hè. Maar hij was wel altijd veel ziek. Hè. Dan kreeg hij dus een briefje mee van thuis en dan stond daarop. Meester, geleven dus onze Wilfried te verontschuldigen voor zijn afwezigheid. Oh. Dat is heel anders dan de vader van Herman van Rompuy. Die zei dus, schreef briefjes, geleven onze zoon te excuseren voor zijn aanwezigheid. Misschien is het over jezelf. Hoe was jouw schooltijd eigenlijk? Wel, ik was dus een heel braaf, rustig manneke en zo. Zo'n beetje een mouwvegertje zeker, hè? Lange niet. Ik was meer een ratlijker. Ik voelde me eigenlijk het beste bij Jimmy B. Die was het eerlijkste, naar mijn bescheiden mening. Het oprechtste. Het had ook het meeste meegemaakt van de dingen die ik ook had meegemaakt. Was tolerant en langs de andere kant stout. Als coiffeur ben ik zo'n klein beetje de psychiater van al mijn kalanten. Ze komen bij mij met hun grote en hun kleine problemen. Zo hoor ik dat er enorm veel mensen klachten hebben over goldig GPS. Veel te afstandelijk en dan die stemmen van die vrouw. Draai naar links, draai naar rechts, rij rechtdoor. Precies alsof dat je 30 jaar getrouwd bent. Het is van overzeggen, hè? En precies voor al die slachtoffers van de GPS ben ik in mijn laboratorium gedoken en ik ben er met iets heel schoonterig uitgekomen. De GPS van B Productions voor de chauffeur die persoonlijk en intiem contact zoekt. Mijn naam is Jimmy B. en ik zal u vandaag de weg wijzen. De buitentemperatuur bedraagt voor het ogenblik 18 graden, maar hier binnen kan het nog veel warmer worden. Amai, ga zijn een goede chauffeur. Ik zie aan u dat je heel veel in uw auto hebt gezeten.
Oh, pas op. Of je zit ze beet serieus in Dienes en Gat. Dat zou je toch niet willen, hè? Schone bezienswaardigheden en interessante trekpleisters worden aangestipt. Oh, rij een keer wat trager. Aan uw linkerkant een hele schone gast op die veer. Als je wilt, moet je een keer klaksoneren. Excuseer, maar ik ben dus volop bezig met mijn metaaldetector. Ja. Excuseer, Camille, maar volgens mij is dat geen metaaldetector, hè? Nee, wat ben je dan nu aan het doen? Ja, metaal aan het opzoeken. Ja, nu zeg je het zelf, hè. Hola. Godverdomme, zeg. Volgens mij heb jij een stalle zenuwen, niet, mevrouw? Jij bent een beetje een ijzervreter, hè, meneer? Camille, mag ik misschien ondertussen enkele vraagjes stellen? Jij moet mij gerust laten. Ja. Je hebt de gouden arm. Ah nee, jij gaat goud dan. Ik ben op goede weg, Als u hier zou kunnen... Ja, nee, moet... Hela. Voilà. Ik heb het gevonden. Voilà, ik heb het gevonden. Als Firmijn Krets voor een publiek tijdens de opwarming, dan heeft hij enorm veel fantasie, omdat hij zich kan verstoppen achter Firmijn Krets. En dat geeft hem een enorme vlucht eigenlijk. Een goeie vraag, Ali. Hé, wat? Meneer, zou je thuis willen sterven, want anders zitten wij met de veiligheid, hè? Gaat het? Gaat het niet goed? Uit de verdriet? Moet niet wenen. Moet gaan niet wenen. Ik kan geen kwaad. Dat gaat dover. Moet dan niet meer zitten. En een val in geval. Dat is veel slam. Alles uit de gaat die slambal. Het is feest. Allemaal proper ondergoed aan. Ga je ook? Laat ik eens zien. En dan moet je allemaal een keer buiten gaan, een keer pipi doen. Jij gaat er wel een keer kaka bij doen, gij zeg. Ja, gij zei zwarte schaap vanavond, kan er ook niet aan doen. Je moest in badtoek maar niet meegebracht hebben. Zegt die godverdomme, ik kom daarmee in de studio, een beetje wassen zo. Dank u, Veronique. Zeg, weten ze nu al wie dat de verkrachter is eigenlijk? Wat jij dan niet? Dre, hou nu toch eens op met mij te beschuldigen. Ik heb niemand verkracht. God, van miljarden miljard, waar gaat deze programma eigenlijk naartoe? Verkrachtingen, lesbische dokters, hoerenloepers. Toen dat wou Martin Renaud gezonden werden, was dat allemaal geworden? Dat was in een periode van thuis dat er een verkrachter rondliep. En ik denk dat die bepaalde periode nog niet geweten was wie de verkrachter was. Dus dat was een grote vraag, hè. Dat is allemaal begonnen sinds dat hij is beginnen meespelen, Jelina. Oh, Dreon, ga terug naar de Congo, man. Oh. Vroeger was ik en de Luc, waar waren hier de mannen niet te smissen? De Bouwmassen, dat waren straffe gasten. Nou moeten we voor dokter gestudeerd hebben om meer verkrachter te kunnen zien. Zeg, ik ben wel onschuldig, hè. Dat interesseert me niet, jongen. Een goeie steenman, die komt echt niet meer aan zijn trekken. Ik wil ook wel eens nog doorgaan, hè. Baby! Allee, vrouw, toch nog hier die daar evenveel blit als vleugen. Wat is de zuske? Ik ben ook verkracht. Ja, dat weten we. Twee seizoenen geleden. Je moet er toch over zitten, zuske? Nee, opnieuw. Gisteren. Voilà, ze. Weer iemand die ze bij de chocolade zijn. Maar hier, Franske Bomans. We maken niks spannend mee. Niks. Nu ga bollen. Noppes. Ik ga naar de directie. Ik denk klachten. Klachten, miljard. Frank Bomans vloekt heel veel, dus miljarden. Dijs, god, nu het geloven. Dijs is er zwaar over gezicht dat ik het gezicht heb. Naast is het te ver gegaan. Wat scheelt er, baby? Ik ben toch niet verkracht geworden, zeker van de nacht? Waar gaat dat hier naartoe? Verkrachtingen, lesbische dokters, het moet altijd nog meer, het moet altijd nog straffer. Wie verkracht er nou een loedgieter? Misschien een kalantje mal content was. Nee, Frank Bomans is echt geen ontevreden klant, zuske. Allee, vroeger werd er hier niemand verkracht. Deze was toch ook een schoenprogram? Ja, misschien zit jij gewoon op een buis gaan zitten of zo. Belangen niet. Ze hebben zwaar met mijn chocolade, dat is het. Mij ook, baby. Ik weet het, zuske. Ik weet het. Maar voor mij is het genoeg. Het ziet me tot tegen. Ik kon eens gewoon zien of dat ze
geen loodgieter nodig hebben bij een familie of bij Witte Kerken. Baby! We gaan praten met een van die mensen die zorgt voor onze veiligheid. Berten Maillot, een redder. Redder Berten is ontstaan in de zoektocht naar nieuwe typjes. En wat Chris waanzinnig goed accenten kan nadoen, is het West-Vlaamse accent. Ook een accent wat zeker moet nagedaan worden. Berten, even een vraagje. De ademhaling. Zeer belangrijk, hè? De ademhaling. U bedoelt in uw reddingswerk. Oh ja, de ademhaling voor het reddingswerk, zeg het toch, hè? U bedoelt dus de ademhaling bij het zwemmen? Oh, bon ding, jong, bon ding. U bedoelt dan misschien de mond-aan-mond beademing? Wat een doet? De mond-op-mond beademing, dat is wat hij bedoelt. Maar dat is niet wat ik bedoel, ook ik zeg de ademhaling, hè? Ja, maar wat bedoelt u dan? Waarvoor is de ademhaling dan zo belangrijk? Vertoeteren. Voor toeteren? Vertoeteren, ja, ik zei het al. Vertoeteren. Kijk dan. Moet ik het doen. Weet je wat dat wil zeggen? Nee, ja. Hij zit te diepe, wil dat zeggen. Hij zit te diepe. Dat wil dat zeggen. En dat. Kijk dan, weet je wat dat is? Dat zijn de pompiers. Heb je geen pompiers nodig? Nee, je wilt dat genoeg. Een rapje niet. Wij vonden dat die twee heel goed met elkaar gingen. Jambers die dan, enfin Schampers moet ik zeggen, die dan heel naïef alles geloofde. En dan de bekendste zin van de redder. Mopol, dat mag rapje niet. Dat moet te lachen, hè. Mopol, mofint, wat dat heel lang geleden. Je bent je verdikt, hè. Berten, maar joh, wat doet een redder als jij hier achter de balie van een hotel? Ja, normaal werkt mijn zuster hier. Maar dat gaat nu niet, want ze gaat een kind kopen vandaag of morgen en zegt vraagt voor haar te vervangen. En hier, ze weer een ijzersterke reportage aan het draaien over jonge prostituees in Vlaanderen. Ik moet zeggen, je hebt er een schoon meegebracht, hè. Nee, dat is mijn vrouw, Pascal. Pascal, Berten, maar joh, Berten, Pascal. Pascal, we kennen elkaar, hè. Verleden week nog komen kamer met Koen Wouters. Koen Wouters? Dus toch? Ongelooflijk, hè? Je gelooft alles, hè? Toch, Poot, wat een grapje, hè? Kan je vrouw nog nooit gezien, hè? Ja, dat is in ieder geval een heel geslaagd grapje. Berten, we zijn hier volledig incognito met vakantie, dus we rekenen wel op je volledige discretie. Geen enkel probleem. Dames en heren, Poot Schampers is juist een aankomende vrouw, maar je vraagt we ze met rust te laten, nee? Berten. Een grapje, hè? Je hebt toch veel alleen. Ja, mannen, ze zijn daar, hè. Allee, dat is niks te vroeg. Allee, vang ze man. Oh, wat is dat? Die er dan... Hela, hallo, gasten. Excuseer, maar dat gaat dus niet door, hè. Wij waren hier eerst... Het is ons bevalling, hè, gasten. Excuseer. Kom, daar is de deur. Bijvoorbeeld de manier waar ik nu aan denk, waarop hij een parodie maakt op de reality soaps over de geboorte, een babyboom en dat soort programma's. Hoe noemt ze? Danja, we gaan nu filmen. Gasten, kom aan, ik kan al vanmiddag gevolgd. Nee, kom aan, Barten. Ga even uit. Het is zeker dat sommige regisseurs met hun, ja, acteurs zijn het niet, maar met hun getuigen, zoals we dat noemen, omgaan. Een beetje zoals... Zoals Chris dat doet. Ja, en dokter, hoe gaat het worden? Gemakkelijke bevalling. Oh shit, weer een gemakkelijke bevalling, alsjeblieft. Maak er een keer een kazesnede van of zo. Het programma kan daar echt wel gebruiken, hè. Wij zouden daar dan een sms-wedstrijd kunnen aankoppelen met schoon prijzen en zo. Allee, ja, ik weet niet, probeer het, hè. Allee, als het... Ja, als we gasten nog een keer even kunnen overlopen, hè, wat we juist gaan doen. Dus dokter, op een bepaald ogenblik zegt de gaat tegen haar, blijven ademen. Als je dat, die repliek, als je dat zou kunnen geven, zo in de lens van de camera, dat zou heel schoon zijn. Pakken we dat dan een klutje van zo. Blijven ademen, mevrouw. Blijven ademen. Ja. Goed, ja. Oké, zeg goed. Maar dan moet je dan zeggen, zo in de lens van de camera. Blijven ademen. Ja, jij moet niet in de lens blijven kijken, Loetje. Het enige wat jij moet doen, dat is doen alsof dat we aan het bevallen zijn. Ja, we hebben een opening van 10 centimeter. We kunnen beginnen. Ah, allez, vooruit. Mijn camera daar. Ik mijn pers. Kom mee. Om met een asem. Ga je in de voetknop staan? Ja. Dat is zeer te doen, hè, Pipo, lagen. Kom aan, ga weer persen. Oké, mevrouw, we gaan nog eens persen. Ik tel af. 1, 2, 3 en... Oké, kut, reclame. Als artiest ben ik nooit vies van een snelle app. Waarom?
geef mij maar Habsburgers. Kut, kut, kut. Tony. Niet te zenuwachtig zijn. Het was al heel goed. Ja. Maar je moet eerst een burger uit doosje halen. Hè. Niet een doosje bij. Je moet er hem uithalen en dan... Oh, ja, en dan... Sorry, Stijn. Sorry, ik kom in orde. Als artiest ben ik nooit vies van een snelle app. Daarom, geef mij maar een lege doos. Er zit geen in. Als artiest ben ik nooit snel van een vieze app. Kut, 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 kut. Nee? Ach, een snelle vieze snel. Smith, ik had omgedoen. Sorry, Stijn. Daarom, geef mij maar Habsburger. Habsburger, wereldburger. Een van de eerste keer dat we Ronnie King eigenlijk in reportage op pad stuurden, was in, als hij op bezoek ging in Ole. Vandaag is hier een concert van de Boys Band. Boys Band. En Van de Ven heeft mij ook al onmiddellijk gecontracteerd als stand-by-artiest voor eventueel in te springen als de gasten onverwacht getroffen worden door een kinderziekte. Hallo, Olen. Ik ben momenteel bezig aan het proberen onthouden van mijn teksten. En ik heb daar moeite mee. Ik heb echt last van periodieke onthouding. Maar dus door te oefenen en te blijven oefenen, probeer ik dus te streven naar geëeronthouding. Maar het is niet gemakkelijk. Heel veel mensen die daar die dag waren en kwamen kijken naar het optreden van de charmezanger van de week, hadden helemaal niet door dat Ronnie King eigenlijk in een parodie was op een charmezanger. Dit gaat misschien straks allemaal gebeuren, hè? Nog een uurtje en dan... Ik voel het, de druk is al geweldig aan het stijgen. En... Mevrouw, ik ben Ronnie King en ik ben op zoek naar de toiletten. Dat is rechtdoor aan de tuinmeubelen links. Hartelijk bedankt daarvoor. Hallo. Ronnie King. Hallo, Olen. Mijn naam is Ronnie King en... ik vervang de jongens van de Boys Band, daar zij helaas vandaag niet aanwezig kunnen zijn. Alleen, ik ben zo alleen. Ja, het optreden is... spijtig genoeg van korte termijn geweest. Dus ik heb met gemengde gevoelens aan het terugdenken, dan kan ik er eventueel nog mee lachen. Jean-Pierre Van Rossem heb ik gedaan omdat dat is een rebel. Dat is een figuur die wild om zich heen slaat met uitspraken, met wij zitten om niks verlegen. Wat zei hij nu voor een cassante kallen? Hoe durfde hij beweren dat dat Babeland hier democratisch is? Dat is hier een fascistische dictatuur met een gerateerde nazi van een premier die in plaats van dat kleuteland hier te proberen regeren beter een keer zou beginnen met de Montignac. Vive la République! Dag, Sinter. Meneer Van Rossem, doet u dit nu ook al? Als dat konijn van de Guy Verhofstadt Sinterklaas mag spelen, waarom dat ik dat dan niet mag? Kijk eens wie dat er hier is. Dag, Sinterklaas. Wat zijn met dat die verzangertjes van mijn kloot? Nou, schiet er maar al mee uit. Of steek je in mijn zak. Zijn tegen mij, Jean-Pierre, Sinterklaas bestaat niet. Wel, ik kan een keer het tegendeel bewijzen. Als je 8 maanden in eenzame opsluiting zit in een bak, dan ga je om duur beginnen geloven in Sinterklaas. Allee, wat is het? Wil je met Pieter zien? Ja! Wacht, zal ik je roepen? Mariska! Voor de kinderen de kans. Zeker op de kans krijg om een econometrisch model te demonstreren. Wacht, zou ik de bank zijn? Sinterklaas, waar is al het geld naartoe? Kleine, je moet zwijgen. Sinterklaas gaat eerst nog een kanskaart pakken. Hier, ga terug naar de gevangenis. Weer al. Wat voor een klotenspel is met al die rast zo zit, dan ben ik ermee weg. Nou. Zwarte Piet. Hé, waarom zijn mandarijntjes kleiner dan appelsinen? Zwarte Piet. Zet ik eraf zijn in. Wel, Camille. Dat komt omdat mandarijnenboompjes kleiner zijn dan appelsinebomen. Betekent dat mandarijnenboompjes korter komen dan appelsinebomen? Ja, dat zegt je goed, Camille.
En waarom zijn appelsien dan groter dan mandarin? Want daar weet ik het. Oei! Sinterklaas is Zwarte Piet. Ja, Kierke, is de papa thuis? Nee, Sinterklaas. En is de mama thuis? Ook niet. Heb je toevallig geen grote hand? Nee. Over het alarmsysteem? Nee. Nou, dan gaat de Sinterklaas met zijn pedeke binnenkomen. Geef iedereen direct hier een pint, want eer is de nalige Sint. Allee, Lonneke, zit ik onder niks gegereerd gezet voor Sinterklaas? We hebben wel nog wat wortelen, hoor. Wortelen? Wat ik zeggen dat Sinterklaas een konaan is, of wat? De vuist en kijk is speciaal met een boot van Portugal naar hier gekomen, zijn, hè? Rudy, Piet, ga eens in de frigo zien wat er geen peetzak in zit, jongen, vrienden over. Oké, Baal, wat stond die belachelijke reisbond nog te doen? Jij hebt die toch meegebracht gisteren? Wat? Ik vergeten. Inderdaad, dat is niet belangrijk, maar dat was ik niet. Bedoelt je Sinterklaas? Heet dat goed, Piet? Wij hier een of andere valse Sinterklaas. En Jeannette, die probeert de chocolade van tussen met zijn godverdomme kleed. Steek die bal direct in de zak, jongen. Onze zak zit vol. Ja, maar ja, gaat er dan een eeuwige rollen in de manta? Zijt je dan niet met die paard, Sinterklaas? Manta! Dat is er al van mijn peert. Snotneus. Piet. Hoe kiet? Raar? De tjeu. Wat? De pizza. Godverdomme, Rudy. Hoe is dat dan mogelijk? Kindjes, we moeten naar de volgende stals. En de Sint stonk uit zijn mond. En zijn paard heette Mantelzijs. En hij zei dat hij nog ging terugkomen. Kijk eens wie hier is. Hey, ik ben de echte. Mijn paard staat daar. Ja, ja, en hij heet Manta zeker. Blind Date was de allereerste sketch die we voor die dag voor Chris & Co Live gingen opnemen. En ik moet zeggen dat ik wel zenuwachtig was. Maar het was heel leuk. Chris speelde Arno, Sex and Drugs and Rock and Roll. Stel, jij en ik zijn gestrand op een onbewoond eiland. Wat zou je zeker meenemen? Daar hoor ik, ik heb al gelijk weer dat ik zo een stem hoor. Ik weet niet of dat goed moet vinden. Dat zit aan mijn kop, hè. Ik kan het toch gelijk... Het is de bedoeling dat je antwoorden geeft op de vragen die gesteld wordt. Maar vind wat? Mag je ze de vent? Ik hoor een vrouwenstem, hè. Maar dat was ik, hè. Dat was ik daarnet, hè. Mag ik een buik spreken, of wat? Maar vind... Nee. Roos van Akker zit hier naast mij. Zij heeft een vraag gesteld en jij moet erop een antwoord geven. Ja, wat wil dat meisje weten van mij? Wat je zeker zou meenemen naar een onbewoond eiland. Oh, maar zeg dat dan. Meepakken, een nachtwinkel, dat lijkt me wel interessant. Kijk eens aan, een nachtwinkel. Ik ga meteen op mijn volgende vraag aan kandidaat nummer 3 stellen. Goed luisteren, wat is jouw idee van een romantische avond? Kandidaat nummer 3. Na de geslachtsgemeenschap... zou ik dan een gitaan opsteken en dan zo kringjes blazen en dan... een blowjob of zo, ik weet niet, ja. Wel zeer intiem, hè, zo, van in het begin al. Is dat voor of na de geslachtsgemeenschap? Goed, prachtig, prachtig. Roos, het moment is aangebroken, lijkt me, om de kandidaat van jouw keuze bekend te maken. Nu al. Kandidaat nummer 3 heeft gevoel voor humor. Oh, oh. Arno. Ça va? Ja. Oh, nog maar mezelf. Ik had tijdens Blind Date gekozen voor Arno. Dus dan moet je een filmpje maken als je een weekje weggaat met vakantie, want dat win je dan. En wij waren naar Euro Disney of Disneyland geweest. Hier zijn we terug met Roos van Akker en Arno. We gaan eerst even kijken wat jullie over elkaar te zeggen hadden na de terugkeer uit Parijs. Goh, hij is soms echt wel te enthousiast, want op een bepaald moment wou hij zelfs Pluto leren roken. En zagen, maar vindt zagen over kamp Noord en kamp Zuid en over samensmelten. Maar geslachtsgemeenschap, daar willen ze niet van weten. Dat is er niet aan komen, hè. Altijd met zijn gezaag over geslachtsgemeenschap. Ik heb nog niet eens aan de tent mogen zitten. Ze hadden van die kokosnoten had je ervoor. Ik heb er om mijn tanden op kapot gebeten. Dag kijkers, welkom bij Met Andere Woorden. Het programma met dit hier, het oortje
En vandaag gaan we de boer op en we kijken wie we kunnen beetnemen. Er is een moment bij waarop hij een prikkeldraad waar stroom op zit vastpakt. En dan zo geïrriteerd die draad loslaat en een beetje vloekt. En mijn zoon die lag dubbel, die zegt 100% jij, 100%. Ah, shit! Godverdoe, jongen, er zit stroom op. Goeiedag. Dag, Kameel. Ja, wacht eens even. Boot verdikken, ga je dingen. Allee, toe ze. Mark Uitroeven. Nee. Ik ben Karel Uitbrechts. Ja, Karel of Mark of Philippe of Laurent, dat blijft mij allemaal juist gelijk. Kameel, we gaan jou een oortje geven. Een oortje? Oh. Ik hoor nog alles wat ik zeg, is niet nodig. Nee, het is voor de verborgen camera. Dan heb je een verborgen camera, wel. Hier is slecht verborgen, hè, Mark? Ja, goed. Dus vanaf nu herhaalt je alles wat ik zeg. Begrepen? Ah, Kameel. Prijzen aan het verkopen. Wat moet ik zeggen, Karel? Je moet alles wat ik zeg nazeggen. Je moet alles wat ik zeg nazeggen. Dat is een spelletje voor kleinwallen. Ik kan wil. Wat vind je van mijn aardbeien, meneer? Schoon, hè? Wat vind jij van mijn aardbeien, meneer? Schoon, hè? Ze zijn sappig, ze zijn heel lekker. En ze smaken naar... shit zonder suiker. En ze smaken naar shit zonder suiker. Dat moet je toch niet vanaf je woorden, hè? Kameel, wat ik nu eigenlijk wou vragen... Van wie is die een brommer daar, die daar in de straat staat? Dat is een Harley Davidson. Ik heb die gewonnen met een tombola. Dat is zijn ding, dat is zijn Harley tombola. Ik heb die gewonnen. Ja, het is maar om te zeggen dat ons Mariette per ongeluk met onze tractor die een brommer plat heeft gereden. Godverdomme met een motto. Godverdomme met een motto. Oh, verrassend. Zo plat als een vijg. Dat is ook gezegd, hij zegt. Maar die tracteur die had toch vorige week verkocht? Weet het, ja. Maar ik zag de Karel Uitbrechts passeren op zijn brommen en ik dacht... Die gauw is goed liggen hebben. Godverdomme, wat een motto. Oh. Ik denk dat Camille's Pieces... één keer in zijn leven een hartslag van 180 heeft meegemaakt. In rust, ik bedoel, zonder te bewegen. En dat was op de night van de proms. Karel, kom ik hier in beeld, niet beschaamd zijn. Voilà, hier is hij, Karel Uitbrechts. Ja, hallo Karel, heel blij jou te zien. Iedereen weet, jij bent de presentator van de proms. Hoe is de sfeer daar? Hij zegt dat hij heel content is dat hij je nog een keer ziet. En hij vraagt hoe dat de sfeer geïnteresseerd is. Welke is de sfeer is hier uitgevonden in het Sportpaleis bij de proms natuurlijk? Ja. Hij zegt dat de sfeer hier uitgevonden is hier bij de proms in Antwerpen. Ja. 19.000 mensen in zo'n Sportpaleis, dat is overweldigend veel. Kameel Spiesens! Dus als je er eentje wilt afpakken en de rest een keer doorgeven, hè? Goedenavond, Sportpaleis. Vanavond, Spiesens, Goos. Een beetje, hier een beetje in het vuur. Meneer Rolo, als je goed zingen hebt, ik ben er klaar voor, hè. Als je wilt beginnen. Mijn naam is Amateo. Heeft een oude vriend. Wat mij ook opvalt is dat dus iedereen die hele tekst van buiten kent. Maar uw karakter is slechter, veel slechter dan dat van Madonna. Ja, ik heb veel streken, precies een Madonna van de cinema. Nazi is het te ver gegaan. Wat scheelt er, baby? Ik ben deze nacht toch niet verkracht, zeker? Miljarden. Waar gaat dat hier naartoe? Verkrachtingen, lesbische dokters. Het moet altijd nog meer, het moet altijd nog straffer. Wie verkracht er naar een loodgieter? Wat zit ik er dan mee te lachen, Simon, een gebaks? En ik ben niet op een boot gaan zitten. Zin om je hele leven te blijven lachen? Winfrey.